Ik ben Michelle, ik ben 30 jaar, ik woon in Duitsland, ik kom uit Amsterdam en ik ben handbalster van beroep. Ik heb 6 jaar in het Nederlands dameshandbalteam gespeeld. Ik ben op WK's geweest, op EK's, Olympische Spelen in Rio ben ik ook geweest. Oh, dat is ook zwaar. Kijk hem, Bies. Dat is niet normaal. Het is gewoon krachttraining dit. Ik kon vandaag een jurk vinden, hoop ik. Dus Fred heeft wat te doen. Ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb geen idee hoe dit zit. Hoe zit? Is het strapless? Nee, het is niet strapless. Wel, denk ik. Nee, wel. Dit zijn schouders, toch? Nee, dat gaat hij onderdoor. Okay. Nou, ik heb geen idee wat het is. Is het een cape? Ik heb ook nooit jurken aan. En iedereen die mij kent, kent mij in een spijkerbroek of in een baggy jeans. Of geen jurk, geen rok, nee. Huppa! Goedemorgen! Hey, dag Fred, hoe is het nog met jou? Het gaat goed met jou? Ja, hartstikke goed. Hoor. Zie je er heerlijk uit, schat? Oh, jij ook. Ik ben helemaal gek met je. En jij bent de bruid, hè? Ja, hoi. Ik ben Fred. Michelle. Hi. En er staat daar toch een lekker entourage. Helemaal met fashion en print en zebra en plissé-rok en sneakers. En oh, ik hou die van. Ja, I love this. Wie heb je allemaal meegenomen? Allereerst beginnen wij de knapste, jongste oma. De Grand Dame, hè? Ja, de Grand Dame, oma. Yeah. Ik ben topper, gewoon mijn toppertje. Mijn moeder is niet te missen natuurlijk. Tijga, hè? Ja, lekker. Ja, en mijn beste vriendinnen, Priscilla en Masha. Hé, maar lieverd, we zijn hier voor jou. Ja, Je gaat trouwen. Ja, ik ga trouwen, ja. Met wie ga je trouwen? Met Koen. Koen? Koen. Koen is het. Als iemand je beste vriend is, denk ik dat je dat moet koesteren. Want je kan het niet alleen. En als iemand zo gek is om voor jou naar een ander land te verhuizen, dan denk ik wel dat het de juiste is. Hij is echt mijn beste vriend. Ja. Vertel eens opnieuw over jezelf. Wat doe je? Wat doe ik? Nou, ik doe het eigenlijk nu even niet wat ik normaal doe. Maar ik ben professioneel handbalster. En, echt waar? Ja, ik heb net als Memphis Depay mijn voorste kruisband gescheurd. Nee! Ja, ik heb het al een keer gehad, vorig jaar, 2018. Dus je weet andere hoe het been. Is. Ja, toen heb ik er 5,5 maand over gedaan om weer op het veld te staan. Dus dat is eigenlijk wel bizar, want normaal 9 maanden. Ja. Het stond weer op de lijst voor het Nederlands team, was er weer bij. En in november van 2019 scheurde ik mijn voorste kruisband in mijn rechterknie. En nu ben ik weer terug bij af. En de Olympische Spelen gaat hem nu niet meer worden. Dus ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet. Oh, dus als dat een losse schroeven. Ja, het leven van een topsporter, hè? Dat is het wel, hè? Ik merk meteen dat daar wel een groot verdriet zit. En ook heel erg teleurgesteld. Want dat is wat je het liefste doet. En als je dat dan niet meer kan doen, wat dan? Maar goed, nu de leuke ding. Ik heb een doel. Ik wil dansen op mijn bruiloft. En dat kan ik nu ook niet. En hoe moet die jurk eruit zien? Ja, daarvoor heb ik jou nodig. Ja. Ja, want ik heb nog nooit een jurk aangehad, eigenlijk. Draag je nooit jurken? Nee. Altijd gewoon sportkleding? Een beetje meer als een jongetje. Vanaf de lagere schoolperiode waren het alleen sportschoenen en trainingspakken. Dus ik zeg, je hebt vrij spel. Vrij spel? Jullie hebben Ramona, vrij spel. Vrij spel. Ja. Ja, schiet mij maar af. Ik heb geen flauw idee. Ja, wat ik nog jou wilde vragen is, met welk budget ik rekening kan houden? Mam. Oh. Mijn moeder betaalt mijn jurk. Ja. Lief. Ja. Nou, ik denk zo rond de 2500. Oké. Okay. Nice. Nou, heel mooi bedrag. Ja. Ik moet natuurlijk vandaag op Olympisch niveau gaan steilen. Oh, dat wordt wat. Maar ik heb Ramona bij me. Dus wij zijn al een Olympisch team, hè? Zijn wij al. Ramona en Fred. Wist je dat? We gaan voor goud vandaag, zeker. En met de bondscoach als Fred voor de jurken. Nou, ik heb nog geen gouden medaille helaas, dus misschien vandaag. De lat ligt hoog en terwijl Ramona prijswinnende jurken gaat zoeken, heeft Fred nog even de tijd om met Michelle te praten over haar grote droom. Oh man, je droom. Ja. Ja. Ik ben er al een keer geweest, maar toen werden we vierde. Ja. Hoe realistisch is het dat je nog een keer de Spelen pakt? Zeg nooit nooit. Nee, je weet het niet, hè? Maar de houdbaarheidsdatum van een tophandbalster is jonger dan 34. Ja, ik vind toch wel moeilijk om dat nu niet te kunnen doen. En ook dat de toekomst onzeker is. Maar het komt weer goed. Ik werk eraan. Ik kom terug. Ik geef niet op. Nee. En als ik iets wil, dan gebeurt het. Precies. Daarom zeg ik, de Olympische Spelen komt goed. Je bent die allereerste handbalster, 34, die helemaal... Kom maar, sorry. Zo gaat het toch? Precies. Ja, zo is korfbal. Maar dat maakt niet uit. Oh, korfbal. Doe jij lekker korfbal. Ramona, ben je er al bijna? Hallo? Moeilijk momentje dit. Fred, schaam je echt.
Kan echt niet. Kan echt niet. En de korfbal moet je in de korf en de handbal moet je over het net. Nee, is volleybal. Ah, oh, wat erg! Oh, en dan komt Ramona. Gelukkig. Zee bij Ramona. De volgende bruid is ook al binnen en heeft Fred heel hard nodig in haar zoektocht naar de mooiste trouwjurk. Oh jee, nou. Ik ben Pascal, ik ben 46 jaar en ik kom uit Os. Ik heb 2 kinderen en 3 bonuskinderen. Mam, is dit niks? Och jongens, dan leef ik toch nog een uur in. Ik heb de hulp van Fred nodig omdat ik ten eerste zeg maar niet zo goed weet wat me staat. Kijk, dit. Qua rok. Nee. Ik kan echt zo slecht winkelen. En dan kom ik thuis en zeg ik, wat heb je nou toch? Ja, ze, ja, dat hing zo op de paspop. Ja, maar dat is niks voor jou. Zo. Dus ik vind het heel moeilijk om mijn eigen stijl te bepalen. En ik... Nou, ik heb eigenlijk geen stijl. Zeg maar. Ja, maar wat een kip ook, hè? Goedemorgen. Jij bent Pascal, hè? Ik ben Pascal. Hey, leuk dat je moet zijn. Ja. Hey, je hebt echt heel veel mensen meegenomen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel veel. Kan ik je kan niet kiezen. Nee, dat is sowieso. Vertel, wie? Wie? Nou, mijn lieve dochter. Ja. Mijn zusje Leonie, mijn zusje Marije. Oké. Okay. Mijn schoondochter Dana, mijn stiefdochter Sarah. Mijn schoondochter Anne. Mijn zoon. Je zoon, oké. Okay. En mijn bestvriendin Jolanda. Ja, vertel, je gaat trouwen. Ik ga trouwen. Met wie? Met G. Ja. G. G. Ja, gewoon G. 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 Ja. Maar bedoel je A, B, C, D, E, F? G? Tuurlijk. Echt heel Brabants. Is dat Brabants? Ja. Hé, hey, vertel, waarom is G jouw droomman? Oh ja, die snapt mij als geen ander. En wij kunnen eigenlijk elkaar zo goed accepteren zoals we zijn. We hebben heel veel lol samen, vinden dezelfde dingen leuk. Kunnen ook goed ruzie maken. Nou, we delen de liefde voor ons gezin, maar ook voor reizen, hobby's, lekker van het leven genieten. Ik heb het gewoon super fijn met hem. We hebben ook al heel veel samen beleefd. Goede tijden, slechte tijden, in een hele korte tijd. Okay. G heeft mij ten huwelijk gevraagd, dat is ongeveer 2,5 jaar geleden. En toen we thuis kwamen, hebben we het de kinderen verteld. En een paar uur later lag ik op de intensive care, want toen had ik een herseninfarct. Dus toen stopte alles. What the F. Ja. Dan staat je leven in het teken van revalideren, je gezin bij elkaar houden, überhaupt weer helemaal gezond worden. Dat heeft een hele tijd geduurd. Dat is ook niet helemaal goed gekomen. Ik lijk heel wat. Maar ik heb best ja, want je hebt echt, ja, maar als je één keer hebt, staat één brok energie hier. Ja, absoluut. Moet je nagaan hoe het eerst was. Oh my god! Oh, hell no! Ik weet het, ik ben ook heel hysterisch. Ja, maar het is wel fantastisch dat je er zo uitkomt, toch? Ja, het heeft heel veel kruim gekost. Het heeft ons heel veel geleerd, denk ik, ook van verschillende dingen. Uiteindelijk heeft het ook veel gebracht. Laten we het daarop houden. Dus, wat fijn. Ja. En nu ben je hier om een hele mooie jurk uit te gaan zoeken. Ja. Nou, wat zoek je? Ja, wist ik het maar. Oh, Rome, het wordt zo'n dag. Mijn gedachten schieten van kort, lang, spectaculair, naar ingetogen, simpel. Dus dat wordt nog wel een ding, denk ik. Het is gewoon een ingewikkeld mens. Ja. Ah, top! Qua beslissing is niet altijd de makkelijkste. Ja, dat komt ook door die herseninfarct. Dingen door elkaar gaat halen en ze denkt gewoon te veel na. En ze kan het niet meer zo goed. Sommige punten. Yeah. En qua budget, heb je iets in gedachten waarmee ik rekening kan houden? Ja, ik heb 2500 euro. Oké, okay. Ja. Top. Ik denk dat het een spannende zoektocht wordt, omdat ik echt geen idee heb. Dit wordt wel een klus. Ja. Ze heeft geen idee. Ze weet niet wat ze wil. Nee. Nee. Kort, dat vind ik wel mooi. Ze heeft hele mooie slanke benen. Klopt. Split. Dat is ook kunnen lekker. We ook proberen. Ja. Geen gekke kleur. Nee. En terwijl Romy jurken gaat zoeken die passen bij Pascal, staat Michelle op het punt om zichzelf voor de allereerste keer in haar leven in een jurk te zien. Het is zeker spannend. Ik zweet peentjes. Ik krijg wel hartkloppingen van, zeg maar. Hoe voelt hij? Ja, ik weet niet. Een beetje ongemakkelijk. Waarom? Eerste keer een jurk gewoon. Ja, ik voel me in een jurk gewoon heel ongemakkelijk. Het is gewoon... Ik heb gewoon liever een broek aan. Ja, het voelt wel een beetje gek. Ja? Wat voelt er gek? Ja, een beetje spannend. Meisje. Oh. Ja, daar ben je misschien bang voor, dat het te veel meisje is. Maar ze is gewoon echt bang om zichzelf te zien in een jurk. Maar je gaat wel trouwen. Nou, ik kan al janken houden. Hup, hup. Hup, hup. Ik vind het echt afschuwelijk. Ik vind dit echt niet mooi. Nee. Zullen we hem even uitdoen? Ja. Uit, nu, heel snel. Wissel. Coach, wissel.